24 uur per dag stroomt er drinkwater bij u uit de kraan. Daar werkt Efidus continu aan. Ook als er grote werkzaamheden in uitvoering zijn. Dit is het verhaal van een project op de zuiveringslocatie in Zeeuws-Vlaanderen. In Filippinen ligt de Braakman. Elk jaar levert deze zuivering 13 miljard liter drinkwater voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast maken we op deze locatie ook nog eens 9 miljard liter industriewater. Het water komt van de rivier de Maas. In de Biesbos pompen we dit rivierwater naar grote spaarbekkens. In deze grote voorraadmeren vindt een natuurlijke voorzuivering plaats. Daarna stroomt het water via een 120 kilometer lange leiding naar de spaarbekkens van de Braakman. Vervolgens gaat het naar de zuivering, waar het bekkenwater door 7 filters gaat en met UV-licht wordt gedesinfecteerd. Na het op smaak brengen met actief kool, zorgen pompen ervoor dat het schone drinkwater via ons leidingnet bij u thuis uit de kraan stroomt. We werken continu aan het optimaliseren van dit immense zuiveringssysteem. De afgelopen 2 jaar voerden we groot onderhoud uit op de Braakman. In 2014 begon dit met het vervangen van de leidingen voor het bekkenwater uit de Biesbos. En dit was hard nodig. Nou, we bevinden ons hier bij de bandreinigers. Hier komt het water voor de eerste keer binnen. Vindt de eerste zuivering plaats van grove bestanddelen. En wat je hier kan zien is waarom we deze dingen nodig hebben en waarom we ook de leidingen moeten vervangen. Want er zitten nogal wat mossel in. Die groeien aan de binnenkant, die maken de leiding steeds dunner, waardoor we steeds minder capaciteit hebben. Nou, dat is een probleem voor de leveringszekerheid. Nou, leidingen schoonmaken zou kunnen natuurlijk, maar die leidingen die er nu liggen, die zijn er niet helemaal geschikt voor. Dan ga je weer risico's lopen als je ze schoon gaat maken dat ze gaan breken. Dus daarom is er gekozen om alle leidingen te gaan vervangen voor stalen leidingen. Hier rondom mij bevinden zich alle leidingen die we straks gaan vervangen. Nou, waarom is dat nou zo'n complexe klus? Ja, daar heeft alles mee te maken dat we drinkwater moeten blijven leveren. Maar we moeten hier wel nieuwe leidingen aanleggen. 96 uur. Dat was de maximale tijd om alle nieuwe leidingen op de zuivering aan te sluiten en tegelijkertijd de drinkwaterlevering te garanderen. En dat betekende een grondige voorbereiding en dag en nacht doorwerken. Maar er was meer. De Braakman heeft 3 grote bekkens. Het eerste bekken wordt gebruikt voor het zuiveren van drinkwater. Deze bevat 3 miljard liter water. We staan hier op spaarbekken 1 van de Braakman. In dit spaarbekken wordt ruw water opgeslagen voor de productie van drinkwater. 2 jaar geleden hebben wij het spaarbekken leeggepompt. Na het leegpompen hebben we de bodem van het spaarbekken vervangen. Op de bodem was een laag slip ontstaan. Deze sliplaag zorgde voor een verslechtering van de waterkwaliteit. Dus het was tijd om dit te vervangen. Om het werk op een goede en veilige manier te doen, was het door de hoge grondwaterstand in de polder nodig om het grondwater te bemalen. Anders zou grondwater uit de polders in het lege bekken kunnen stromen. Achter mij zie je de werkzaamheden voor het aanbrengen van de folieconstructie. We hebben een nieuwe bodem aangebracht en een nieuwe laag zand hierop. Aan deze werkzaamheden stellen wij hele hoge kwaliteitseisen, waar de werkzaamheden ongeveer 2 jaar geduurd hebben. Als de werkzaamheden straks klaar zijn, die overigens alleen in de zomerperiode uitgevoerd kunnen worden, wordt het bekken weer gevuld met water en dit duurt zo'n 3 à 4 maanden. Maar na deze 2 jaar zijn we klaar voor een betrouwbare drinkwatervoorziening voor de toekomst. Meer weten over uw drinkwater? Ga naar efidus.nl.